We zijn zichtbaar, we zijn meetbaar, we zijn tastbaar in belangrijke sectoren. Ja, toch? En wanneer het gaat om verschillende processen, zijn we ook daar terug te vinden. Waarom mag hij die uitspraak niet doen? Maar daarmee moet hij niet proberen om die andere groepen, weet je, een brevet te geven waarvan men vindt, ik verdient het niet. Dat moet niet het doel zijn. Maar als het doel is van één, me want big up me bevolkingsgroep. Het mag. We moeten zeggen wat we hebben willen. Ja. Maar onze Hindoestaanse broeder en zuster, we moeten gewoon open en eerlijk zeggen, petje af voor hun. Toch? Voor het ontwikkelingsproces dat ze hebben meegemaakt. En wat ze vandaag aan de dag hebben bereikt. Dat is een gegeven. Ja, goed. Nou hoor je in die discussie, een deel zegt, wordt gestimuleerd, maar een ander deel zegt, het wordt gevoed. Meer vanuit de oppositie. Die voedt het van de etnische tegenstellingen in die samenleving. Van kijk, met een president van Hindoestaanse komaf, die voeden die discussie van, er wordt etnisch beleid gevoerd. Wat zegt u daarop? Ik zeg, regeren is ook vooruitzien. Regeren is niet anders dan zich dienstbaar opstellen naar de samenleving. Wanneer de regering in de persoon van de president ook vindt dat er sprake is van etnische polarisatie, dan is er één ding dat gedaan moet worden. De president moet leiderschap tonen